Staat u onderweg met een lege accu? Dan kunt u bij een vastnetlader terecht. Deze laat uw bestelbus binnen een half uur voor 80% op. Bij de paal scant u de druppel die aan uw sleutelbos hangt. Dan kunt u, net als bij het tankstation, een pomp kiezen. Linksvoor bij de bumper ziet u het klepje van de oplader. Duw op het klepje om hem open te doen. U kunt de twee klepjes open doen door de clipjes die links van het klepje zitten naar links te duwen. De stekker kan nu ingeplucht worden. Wanneer het lampje boven de stekker gaat branden, weet u dat hij goed zit. Tijd om weer verder te rijden? Klik dan op het knopje met de stekker erop. Deze bevindt zich links boven de stekker. Alle klepjes mogen weer dichtgedaan worden. Let op dat u de buitenste, grote klep goed doorduwt. Tijd om de auto te starten. Dit werkt hetzelfde als met een normale auto. Je hoort alleen niks. Heerlijk toch? Wanneer u de sleutel helemaal heeft omgedraaid in het contact, ziet u de meter eerst uitslaan naar 100. Daarna slaat hij terug naar 0. De auto staat aan. Achter het stuur zit de versnellingshendel. Duw de hendel naar beneden om hem op D te zetten. Dit betekent drive. Houd hierbij wel uw voet op de rem, anders blijft de auto op park staan. Om de bestelwagen op de handrem te krijgen, duwt u met uw voet op het pedaal links onderin. Trek aan het hendeltje met P erop om de handrem er weer af te halen. Bij het laden aan een normale laadpaal onderneemt u dezelfde stappen als bij vastnet. Let er wel op dat je van de twee kleinere klepjes alleen de bovenste gebruikt. Sluit vervolgens op de juiste manier de kabel aan op de auto en de laadpaal. Is uw auto weer helemaal opgeladen? Dan kunt u weer zonder problemen de weg op. Goede reis!